Fabriek te koop. Buiten staat een vrouw te schreeuwen. Fabriek te koop, het is hier een fabriek te koop. Hé, hey, wacht eens even. Die mevrouw daar. Wat is er met die mevrouw? Volgens mij wil ze iets verkopen, laten we kijken. Ja, goed idee, let's go. Fabriek te koop, fabriek te koop. Hé, hey, daar komen kinderen aan. Top. Kinderen, ik heb voor jullie de mega superste gaafste actie ooit. Maar wat is die actie dan? Nou, deze fabriek is normaal te koop, maar jullie kunnen hem van mij gratis krijgen. Wat? Gratis? Jullie hoeven alleen nog maar even binnen te tekenen. De kinderen zijn heel enthousiast en bedenken wat ze ermee kunnen doen. Kom maar even naar binnen. Oké. Okay. Hoe niet op mijn schoenen staan, joh. Sorry. Au! Eenmaal binnen blijkt dat ze in de val zijn gelokt. Ik heb ze eindelijk te grazen genomen, die vieskoppen. Toen kwam er een nieuwe groep kinderen aangelopen. Hé, hey, daar komen weer kinderen aan. Fabriek te koop! Hey. Deze fabriek kan ik gratis aan jullie weggeven. Wow, fabriek! Nou, dat doen we of niet? Zeker weten, gratis fabriek gaan we doen, hè? Zijn dit ze? Ja. De kinderen moesten in een fabriek werken. Ze werden goed in de gaten gehouden door de ontvoerders. De kinderen moesten een gevaarlijke machine maken. Waar is die machine voor, baas? Dit is de allesvernietiger. Als het ding klaar is, kunnen we daarmee de hele wereld vernietigen. Wauw, baas, wat een goed plan! Werk nou door! Doorwerken, heb je ooit van werk gehoord? Nee, zo! Sneller! Doortypen! Ik heb ken slakken die nog sneller typen dan jouw slome slungel. Alleen kinderen waren niet genoeg. Ze moesten ook nog oudere mensen hebben met ervaring om in de fabriek te werken. Oh, daar komen oude mensen aan. Die kan ik gebruiken. Ja, ik kan ook. Het ziet er goed uit, mama. Met hetzelfde verkooppraatje wist de fabriekbaas ook de oudjes naar binnen te lokken. Gratis? Hoe kan je dat nou krijgen tegenwoordig? Hou dan als laatste zien hoe gratis eruit ziet. Nee, kom. En ook de oude mensen werden meegenomen naar de fabriek. Nu had de fabriekbaas alleen nog maar rijke mensen nodig voor de machine. Weet u misschien een mooi bedrijf om in te investeren? Is dat daar nou een te koopbord? Heren, u wilt het pand kopen? Nou, dat lijkt me wel een goede investering, mevrouw. Hè, James? Nou, zeker, Gertjan. Daar gaan we veel money aan verdienen. Handlangers! Handlangers? Nu ze ook de rijke mensen te pakken hadden, kon het werk beginnen. Vernietigingsmachine! Huh? Een vernietigingsmachine. Niet meer en wat? Verschrikkelijk! Die financiën en al die rekensommen. Hoe gaat het met financiën? Schiet op, de machine is bijna klaar. Welke machine? Waar heb je het over? Een machine waar we de hele wereld mee gaan vernietigen. Dat wist ik niet. Tevreden kijken ze naar het eindresultaat. Er hoeft alleen nog maar op de rode knop geduwd te worden. Druk dan, baas. Ik kan niet wachten. Stop! Megaluna Power Girl. Oh my god. Oh nee, ze gaat ons plan verzieken. Laat iedereen gaan. Dat dacht ik dus niet. Niet zonder gevecht. Hé, hey, kijk daar. Maar er wordt gevochten. Wij doen mee. Hé, hey, kijk James, er wordt gevochten. Huh, dan doen we mee, Gertjan. Hé, hey, er wordt gevochten. Een gigantisch gevecht brak uit en iedereen vecht voor zijn leven. Waarom wil je de wereld vernietigen? Nou, dat is zo. Papa, ik wil later groot worden. Weet je wat je dan moet doen? Nee, papa, wat moet ik dan doen? Ik wil dat de wereld jou herkent. Maar hoe doe ik het dan, papa? Dat moet je zelf uitvogelen als je maar bekend wordt. En daarom wil ik de wereld vernietigen. Oh, maar nu snap ik het. Maar je weet, dat mag niet. Foei. Opeens wordt de superheld van achter neergeslagen, valt op de rode knop en... Wie? Wat? Waar? Waar ben ik? Waar denk jij dat je mee bezig bent? Je hoort op te letten, we zijn bezig met kinderrechten. Ja, en je moet wel opletten hoor. Oké, we zijn dus bezig met kinderrechten? Als je had opgelet, had je dat geweten. Maar dan heb ik toch ook het recht om te dagdromen? Bij de handje.